Hij rende van kamer naar kamer, totaal in paniek, omdat je gewoon niet weet of je veilig bent. Hè? Onvoorstelbaar, gewoon echt, echt alles weg. Het begon ook op het moment dat het avond werd. En hij is 84, hè. Op een gegeven moment is ook een deel van het dak weggeblazen. Ik heb hem ook gelijk een berichtje gestuurd. En toen ook niks van gehoord. Maar soms duurt dat een paar dagen. Maar na een maand had ik nog niks gehoord. Dus dat is wel schrikken natuurlijk. Ja. Een maand later kreeg ik een berichtje van hem van... ik zit in Londen. Ik ben gewond geraakt bij de orkaan. En ik zit in Londen. Ik heb gelijk gebeld. En ik zeg maar, Londen is vlakbij. En ik zeg... ik kom naar je toe. En zo ben ik naar Londen uiteindelijk gegaan. Ja. Dat was afgelopen weekend. Ja. Een ontmoeting zoals je in Spoorloos wel eens ziet. Was echt, echt heel leuk. Heel bijzonder om hem weer te zien. Ja. We hebben elkaar gelijk omhelst natuurlijk. En dat was best wel een emotionele ontmoeting. Ja, zeker. Hij vertelde mij dat hij echt op een gegeven moment ook honger had. Dat heeft hij nooit gekend. En er wordt niets aangeleverd op dat eiland. Het is niets meer verkrijgbaar. Het is ook zo van de buitenwereld afgesloten. En hij vertelde op een gegeven moment... het allerergste was toen het water opraakte. Want hij heeft mensen zien veranderen daardoor. Hij zegt, ik heb mensen zien vechten om water. Dat is zo onwerkelijk. Het was alsof in die nacht mijn huis verplaatst is naar een oorlogsgebied in Irak. Weet je, je komt je deuren uit en je herkent je eigen straat niet meer. Hier, dit. Deze twee watervallen, die zie je normaal niet. Dus allemaal regenwoud is dat. God, zegt hij. Ik heb eigenlijk na dit weekend heb ik nog nooit... ik heb in geen tijden meer zo lekker geslapen. Ik zeg, Koffert, ik zal je mijn geheim verklappen. Ik zeg, ik heb in geen tijden meer zo slecht geslapen. Want het zit in je hoofd. Het is al sowieso al die ontmoeting na zoveel tijd. En wat geweldig is, hè, dat je hem weer ziet. Maar dan het verhaal om uit de eerste hand te horen wat er allemaal gebeurd is. Ja, dat is niet te bevatten. Het was geen drama dat weekend, want het was ook zo leuk om elkaar weer te zien. We zijn met elkaar op stap geweest, hebben met elkaar ontbeten, gegeten, hij heeft voor ons gekookt zelfs. En dat is een super mooie herinnering. Dus iets heftigs als deze orkaan heeft ook eigenlijk wel weer iets moois meegebracht. Ja, ja, zo kun je het ook wel zien. Ja, dat is de goede kant, de mooie kant ervan. Ja.